Ellen Pieters, wat is er vandaag nou eigenlijk allemaal ondertekend? Nou, we hebben een contract ondertekend met radio.nl. Dat we mee gaan doen aan allerlei tours. En tegelijkertijd maken we dan promotie voor de nieuwe musical Zangeres zonder naam. Het is een musical die niet alleen maar gaat over het leven van de zangeres in chronologische volgorde. Maar het is een musical die heel veel aspecten uit haar leven belicht. En dan gezien door de ogen van een heel jong meisje wat meedoet aan een soort Idols-achtig programma. Dus het is heel erg naar het nu gehaald. Maar toch echt wel over het leven ook van de zangeres. Lijkt me heel apart om in de schoenen van zo'n icoon te gaan staan. Ja, en dat is ook wel, het is ook wel moeilijk hoor. Ofzo. Want het is, heel veel mensen hebben een mening over haar. En heel veel mensen vinden daar iets van. Of hebben een beeld van haar. Ja, en dat moet je dan toch een beetje je eigen maken. Dus alles, op een gegeven moment moet je alles weer vergeten. Gewoon zelf maar je eigen interpretatie eraan geven. Het was een vrouw die heel erg leefde voor haar vak. Die heel erg leefde voor het zingen en voor haar publiek. En ja, soms kwam bijvoorbeeld haar man's show wel eens op de tweede plaats. Dus dat soort dingen, dat ga je dan wel ontdekken. En wat is nou iets waar Ellen Pieters zich totaal niet mee kan identificeren? Mijn man zou nooit op de tweede plaats komen. Mijn man komt op de eerste plaats. Ik maak een eigen interpretatie van wat de zangeres was. Door haar echt nadoen. Ik wil het zo dicht mogelijk benaderen, want dat vind ik leuk. Maar het is wel mijn vertolking van haar. Dus vanaf oktober, november gaan we in de theaters. En dat is tot en met april en door heel Nederland. Voor meer informatie kunnen mensen waar terecht? Bij de Graaf Cornelissen producties, theaterproducties. En er is een website, dus daar kan je googlen en dan naar de website.